Achterhoek Toerisme is een redelijk nieuwe organisatie. We zijn opgericht begin 2014. Het routebureau met name is verantwoordelijk voor alles wat met routes te maken heeft. Van fietswandelen tot ruiterroutes, kielerroutes en alles wat je bedenken kunt aan gemarkeerde routestructuren. We werken in opdracht van alle Achterhoekse gemeenten, inclusief Zutphen en Lochem, dus 10 gemeenten. De doorsnijding van onze fiets- en wandelroutes door de nieuwe A18 heeft nogal wat consequenties voor ons. Dat betekent dat sommige routes moeten worden omgelegd en in andere gevallen zullen dus ook de brochures moeten worden aangepast. De kaartmateriaal dient te worden aangepast. Dus het heeft nog wel wat consequenties met ook afsluitingen van wegen. Er zullen nieuwe routes moeten worden uitgestippeld, maar het is ook vaak het verleggen van bestaande routes. Dus het is niet zozeer dat het compleet nieuwe routes zijn. Het fietsroutenetwerk is in zijn totaliteit zo'n 1500 kilometer. Dat wil niet zeggen dat we die volledige 1500 kilometer uiteraard op de schop gooien. Maar het tracé van de route is natuurlijk al dusdanig lang dat heel veel consequenties heeft voor het routeverloop tussen Enschede en in dit geval Groenlo. En in tweede instantie ook wel Groenlo naar Vassenveld, want ook daar zullen zometeen heel veel overgangen over de N18 worden afgesloten. En dat betekent dat die routes eigenlijk dan allemaal doodlopen op de N18 of de A18. En daar zullen we naar gaan kijken van hoe gaan we dat oplossen zometeen. En hoe kunnen we het attractief oplossen uiteraard. Doe je het op wend of keert, het blijft natuurlijk wel een rijksweg dwars door je natuurgebieden heen. De kaarten moeten in ieder geval opnieuw worden gedrukt. Heel veel brochures dienen te worden aangepast. We hebben nog een aantal toeristische overstappunten in de buurt staan. Die toeristische overstappunten, het kaartmateriaal daarop, dient ook te worden aangepast aan de nieuwe situatie van de A18. Dus ja, dat heeft nog wel wat consequenties. Financiële consequenties zijn inderdaad het maken van inderdaad de nieuwe routes, het verzetten van bebording, maken van bestekken, maken van nieuw kaartmateriaal, maken van nieuwe brochures. Ja, er zit overal een kostenplaatje aan. Het grootste deel van de kosten kunnen wij declareren bij Rijkswaterstaat, is ons verzekerd. Dus ik ga ervan uit dat we binnen dat bedrag kunnen blijven voor deze aanpassingen. Daar ga ik op dit moment niet vanuit dat er een tekort is, maar je kunt het natuurlijk nooit uitsluiten, want je weet niet precies hoe het gaat worden en wat er op ons afkomt. Het gaat om fietsroutes, het gaat om wandelroutes, ruiterroutes, spielroutes, ATB-routes zelfs nog. Wat is een ATB-route? All-terrain bikes, mountainbikers. Dus ja, er zitten van allerlei soorten routes zitten daartussen. En nou ja, dat betekent dus niet alleen het verplaatsen van paaltjes en bordjes, maar dat betekent ook het aanpassen van je kaartmateriaal, het aanpassen van je brochures en het aanpassen van kaarten onderweg op informatiepanelen, toeristische overstappunten, noem maar op. Dus ja, daar hebben meerdere organisaties belang bij en we proberen dat in ieder geval wel voor een deel te coördineren.